Wat is hier het punt? Dat we natuurlijk met een ongelukkige contradictie zitten. Namelijk dat verstandig beleid ertoe leidt dat we democratisch gezien ontwikkelingen creëren die nou juist verstandig beleid proberen te torpederen. En de vraag natuurlijk is, ben ik een voorstander overigens van verlichte despotie? Nee, dat ben ik niet. De vraag is, hoe pakken we dit probleem aan? En we hebben dat probleem wel een beetje laten sloffen. Nou, in Amerika vergaand laten sloffen. Het gek is, Amerika had wetgeving op dit punt. Maar ja, die is niet uitgevoerd. Er is geen zak aan gedaan. En waarom niet? Door het neoliberalisme, wat natuurlijk in de Angelsaksische landen een veel grotere klap veroorzaakt heeft dan in de, zeg maar, in de Rijnlandse landen. Wat was de kern van het Amerikaanse beleid? De kern van het Amerikaanse beleid, dat je gewoon, als de boel dicht gaat, gaat de boel dicht. Per gehaald. Worden die mensen werkloos? Ja, die krijgen werkloze steun. En ook niet zo verschrikkelijk veel. En, nou ja, je moet flankerend beleid voeren. Proberen of je andere industrietakken aan kunt trekken. Ik kan ook niet zeggen dat ik in alle situaties daar meteen een oplossing voor zou weten. Maar je moet wel het beleid erop voeren. Ja. Dat is simpelweg niet gedaan. Idem dito in die treurige Engelse industriesteden. Nou, we hebben het hier in Zuid-Limburg toch gehad toen de mijnen dichtgingen. Ja, en daar hebben we toen wel aan gewerkt. En daar is wel wat gedaan. Maar dat viel langzaam in Limburg treurigerwijze samen met natuurlijk die terugval in de westerse economieën. Door dat deindustrialisatiefenomeen, wat ook weer samenhangt met op. Kijk, als je 600 miljoen Chinezen aan het werk zet, dan voel je wel dat leidt tot lokale werkloosheid elders. En dan moet je eigenlijk een alternatief hebben dat je nieuwe industrie ontwikkelt. Die zijn ook wel ontwikkeld. Maar ja, gaat dat snel genoeg? Dat is maar de vraag. En ze hebben het CBS die kant op gestuurd. De Belastingdienst heeft daar een kantoortje geopend. Ja. DSM. Ja, we weten allemaal dat Heerlen natuurlijk een enorme dreun heeft gehad. En daar gaat het nu wel iets beter, is mijn indruk. Ik ben daar geweest toen met mijn broer en zus. En wij waren, de reputatie van Heerlen, althans voor een verstandige krantenlezer als ik, is veel slechter dan de werkelijkheid. Laat ik het zo zeggen. Het viel ons enorm mee. Ja. Het verleden knaagt nog een beetje aan die stad, denk ik. Zeker, dat is zo klaar als een klontje. Ja. En dat is, nou ja, als je naar Flint, Michigan gaat, of naar Cleveland, ja, dan loop je tegen veel grotere problemen aan. Mm. En dat waren steel towns, zoals dat heette. Pittsburgh heeft, bij mij weten, de helft van zijn bevolking verloren. St. Louis, een black hole van ellende. Mm. Zo kunnen we even doorgaan. Maar hoe reageerde jou? Terwijl tegelijkertijd natuurlijk de Amerikaanse economie heel vitaal is en vernieuwend. Maar ja, dan heb je het wel over de kuststreken. Over nieuwere staten. Valt daar geen algemeen beleid op te maken? Want je ziet nu toch in verschillende landen dat zich hetzelfde voordoet. Je zou zeggen, eenzelfde aanpak werkt misschien wel. Ja, dus je zou beleid, flankerend beleid heet dat geloof ik, moet je voeren. Om te vermijden dat je populistische erupties krijgt. Maar je ziet, kijk naar Frankrijk. Waar zelfs de verhoging van de dieselprijs, want dat was de oorspronkelijke oorzaak van de gele hesjes, voor heel veel van die mensen die dus in dat stadje waar ze wonen, is het werk verdwenen. Dus ze zijn gedwongen werk elders te zoeken of te verrichten. En dan moeten ze met hun autootje heen rijden. Je kan moeilijk met de Solex. Hè? En dat betekent dus dat een verhoging van de dieselprijs voor tal van mensen een hele vervelende kwestie kan zijn. Ja, maar dat flankerende beleid heb je straks in de toekomst weer een keer nodig. Want dit proces. Je zult voortdurend flankerend beleid nodig hebben, omdat natuurlijk de technologische ontwikkeling van de industriële samenleving is zodanig dat sommige dingen vanzelf verdwijnen of verschrompelen. Kijk naar AI nu, wordt ook weer gezegd. Dames en heren, uw baan gaat eraan. Ja, zeker. Dat overigens volgens de Economist viel dat enorm mee. Een assistent. Die had een lang stuk dat we ons daar nou niet al te druk over moeten maken. Dat is ook wel mijn indruk. Dit is wel weer zo'n koortsachtige media-eruptie van alles wordt anders. Ja. Een totaal nieuw tijdperk is begonnen. Enzovoort, enzovoort. Dan moet natuurlijk altijd weer hetzelfde liedje. En omdat natuurlijk de groot deel van de journalistiek is niet technisch geschoold, dus die lullen maar wat. Als ze dat verteld krijgen door mensen waarvan ze denken dat ze er wel verstand van hebben. Ik was van de week bij een congres met Alexander Klupping, die ken je ook, hè, van Blendel. En die gaat nu het land door met alleen maar een verhaal over AI, over kunstmatige intelligentie. En die had het er dus over dat we als mens verliefd kunnen worden op een robot. Dat hij dat verwacht dat eraan komt.
Dat vond ik toch wel bizar. Alexander is een schat, maar dat is gewoon lulkoek. Als mensen verliefd worden op een robot, ik ben daar helemaal niet tegen, maar het lijkt me onzin. Je had een paar voorbeelden van journalisten nou, die dat er was overkomen. Als je verliefd wordt, weet je toch ook wel wat weten hoe iemand qua vlees eruit ziet, om het maar even zo bruut mogelijk te zeggen. Hè? Ja, dat is vrij moeilijk bij een robot. Ja, dat lijkt mij ook. Ik heb wel zo'n robot gezien. Ze hebben van die hondenrobots. Nou, dat je bij jezelf denkt, misschien iets voor de science fiction. Ja. Nee, we moeten ons dit niet te veel flauwekul op de mouw laten spelden. Hoe reageerden jouw gesprekspartners bij dat programma van Kelder eigenlijk op die opmerking van die dictator? Niet, want toen was het afgelopen. Ja, maar je gaat dan nog wel doorpraten als het voorbij is. Nee, we hebben nog een heel soort podcast erachteraan gemaakt van een kwartiertje. Maar die ging eigenlijk toch over andere dingen. Oké. Okay. Dus ik hoopte namelijk dat ik... Mijn opmerking was als teaser bedoeld. Ah, oké. Zo van, jongens, kijk nou eens wat eigenaardig. We zitten met macro-economisch beleid. Waarvan iedereen begrijpt dat het het meest verstandige macro-economische beleid is. En tegelijkertijd leidt dat tot grote en deels terechte ontevredenheid bij een deel van de kiezers. Mm. En natuurlijk in de tijden dat de ontwikkelingen, alle loodzetters, ik heb het voorbeeld al eerder genoemd, alle loodzetters zijn in een vrij hoog tempo verdwenen. Je had hier zo'n straat en dan kon je naar die drukkerij van het Utrecht Nieuw-Utrecht Dagblad naar binnen kijken. En dan zag je al die lui aan zo'n linotype machine zitten. Hartstikke leuk om te zien trouwens, hè? Want het is gloeiend lood en zo, ik bedoel vloeibaar lood. Die zijn allemaal verdwenen. Ik heb nooit gehoord dat ze zijn gaan demonstreren met gele jasjes aan op het Malieveld, omdat ze waarschijnlijk vrij snel iets anders hebben gevonden in een zich snel ontwikkelende economie. Als dat zo is, bovendien natuurlijk loodzetters waren relatief hoog geschoold, dan weet je wel wat, denk ik. Maar ja, dit is een probleem waar we permanent mee geconfronteerd worden. Het ziet er natuurlijk naar uit dat naarmate de eeuw vordert dat een groot deel van, laat maar zeggen, de fossiele industrie in de breedste zin van het woord, dat die zal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een heel ander energiesysteem. Dat wel, want het is een transitie op slotverrekening. Maar ja, sommige mensen die, ik weet niet, je hebt waarschijnlijk in Pernis hooggeschoolde monteurs die dat enorme buizencomplex een beetje op orde houden. Ja, die zullen iets anders moeten vinden. Ja, misschien kunnen die gewoon mijn grootste inkomen komen ontstoppen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat minder betaald dan pen is. Ja, dit blijft dus een probleem waar we mee te maken hebben. En als we dus niet voortdurend verrast willen worden door populistische erupties, niet waar die natuurlijk politiek gezien meestal de meest stompzinnige dingen beweren. Denk aan onze populisten in Nederland die allemaal uit de EU willen. Ik bedoel, dat is van een ingrijpende stompzinnigheid die je niet voor mogelijk houdt. Maar die in zekere zin wel gevaarlijk is. De Brexit. Hoe is het nu met Engeland gesteld? Slecht. Hè? Ja, dat lees je overal. Vind ik dat erg? Nee. Vind ik dat fijn? Ja. Het klinkt verschrikkelijk. Hè? Dat je dan een land... Maar het is hun eigen godvergeten stomzinnigheid geweest om zich eruit te stemmen. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, het is een geluk voor ons. Want we hebben een heel goed voorbeeld van hoe het eruit kan zien als je dus eruit stapt. Ja, zeker. Ja. Ik heb ook, dacht ik, in dat... Zegt van, is Trump eigenlijk ook niet een zegen voor ons? En Trump maakt, mocht hij weer gekozen worden, maar zelfs als dreiging, natuurlijk maakt het voor ons noodzakelijk dat we geopolitiek gaan nadenken over onze eigen veiligheid. Dat moeten we heel doen, hè? Organisatie van onze eigen veiligheid. Maar Trump is natuurlijk wel een enorme stimulans. Als je natuurlijk een Amerikaanse president hebt die zegt dat de EU de vijand van de Verenigde Staten is, dan weet je wel zo'n beetje uit welke hoek de wind waait. Precies. Jij zei van, we vinden Biden zo fijn omdat Biden niet Trump is. Ja, dat is de enige reden dat hij naar mijn idee geherkozen moet worden. Is die oud? Ja. Is die eigenlijk te oud? Ja, zou ik zeggen van wel. Maar goed, het alternatief, god, zelfs als hij op sterven zou liggen, dan zou ik nog op hem stemmen. Ja. Maar is het gevaar van Trump nu ook niet wat geweken omdat we nu Biden hebben? Ik heb niet het idee dat Europa nou echt hard werkt aan die eigen veiligheid. Nou, daar wordt toch denk ik toch op alle niveaus wel vrij serieus over nagedacht. Je hoort er vrij weinig over dan. Ja, maar goed, er is toch aangekondigd in Duitsland een Zeitenwende. 100 miljard extra naar defensie. En ik heb al eens eerder uitgelegd, waarom zou je niet... De Fransen hebben nog steeds een aanzienlijke militaire macht. Bovendien is Frankrijk een kernmacht.
Bovendien zou je best op dit punt, al zijn ze dan uit de EU gegaan, met Engeland afspraken kunnen maken. En dan zou je, als, en dan heb ik het nog niet eens over het Europees leger, dat is denk ik geen haalbare kaart. Maar intensieve samenwerking bijvoorbeeld tussen de Bundeswehr en het Duits en het Franse leger. Waarom zou dat niet kunnen? Wij doen dat toch ook? Mm. Wij bestaan niet meer als leger. Nee. We hebben allemaal Duitse petjes op in Duitse tanks. Ze zijn wel nog actief natuurlijk, het leger, hè? Als je toch ziet wat er nog allemaal gebeurde in Nederland op de kazernes. Zeker, zeker. Dus ik nogmaals, als je het goed organiseert en je pompt er over een 5 jaar flink wat geld in, dan zou ik vooral, kijk, het Russische leger, laten we eerlijk zijn, heeft bepaald geen indruk gemaakt. Hè? De kans dat het Russische leger in een flitsende, geniale tankaanval West-Europa gaat verrassen, die is nul. Dus dat... Dus daar moeten we wel rekening mee houden, dat we zeggen in positieve zin. Ja. Dus ik zie niet in waarom wij eigenlijk niet bij betere afspraken en wat meer geld niet een in ieder geval adequate verdedigingsmacht zouden kunnen vormen. Want afgezien van Rusland is er bij ons in de buurt geen levensgevaarlijke tegenstander. Ik bedoel, waar zou die vandaan moeten voor komen? Voor zover we nu weten, hè? Dat is natuurlijk een gevaarlijke uitspraak. Nou ja, noem eens wat. Waar zou Rusland dachten we ook niet dat ze dat zouden gaan doen. Van de Russen niet. Nee, maar Rusland is wel natuurlijk de enige gevaarlijke tegenstander. Weet je iemand anders? IJsland, Algerije. Ja, maar dat is het gevaar dat je nu nog niet weet wie Turkije, het eventueel kan zijn. Turkije, nee. Turkije is lid van de NATO. Ja. Weliswaar zijn we daar niet erg gelukkig mee, maar het is wel lid van de NATO. Maar dat kan natuurlijk. De geschiedenis heeft bewezen, uit het niets kan er in een land wat gebeuren. En dan is het een potentiële vijand. Nee. Uit het niets. Je zult toch ook dan een serieuze militaire macht uit. Die vorm je ook niet uit het niets. Die moet dan maar daar tijd voor nodig. De opbouw van een serieus leger, dat kost denk ik vanuit het niets. Ik redeneer even vanuit het niets. We hebben al een kwart eeuw voor nodig, denk ik. Dus dat zien we wel aankomen.